vanavond hebben we twee dames hier in ons gezelschap die het tegen elkaar opnemen. Bent u ook zo nieuwsgierig hoe ze eruit zien? Dit zijn ze. De eerste verricht administratief werk en ziet het maken van Japanse puzzels als de ultieme methode om te ontspannen. Vanavond waagt ze zich aan Get the Picture. Hier is Caro Beekman. En ze zal het op moeten nemen tegen de vertegenwoordiging uit Alkmaar die beelden van olifanten spaart. En wekelijks door haar man verrast wordt met een hele emmer rozen. Dit is Ria Winter. Ja, ik kan er nog steeds niet over uit. Gisteren vertelde Ria dus inderdaad die grote emmer rozen. Moet je nagaan, iedere week krijgt ze dat van haar man. Ria, hoe lang ben je al met hem getrouwd? 30 jaar. Geweldig. En nog steeds smoorverliefd op elkaar. Ook dat. Caro, ben je ook verliefd? Ja, vreselijk. Op wie? Maakt niet uit, altijd op iedereen. Altijd op iedereen? Begrijpt u het nog thuis? Ik ook niet. Ben je ook verliefd op dat beestje wat je aan de knop hebt hangen? Ja, die heb ik net gekregen. Van wie? Van mijn zus. En waarom? Om mijn geluk te brengen. Nou, laten we hopen dat het allemaal gaat lukken. Ik hoop het. We gaan als eerste natuurlijk weer de versnelde foto spelen. Daar gaan we. De handen gaan aan de knoppen. Het poppetje hangt mee. Caro van de zus gekregen. We gaan zien of het ook inderdaad geluk brengt. Vijfje zien we staan. We zoeken een voorwerp. Caro? Een voetbal. Een voetbal. Nou, goed hoor. Het gaat lekker met het poppetje. Jij mag beginnen. Het speelveld gaan we erbij halen. 0-0 is de stand. De bonusvraag. De grootste stad van Gelderland. Arnhem? Nijmegen. Oh, Nijmegen heeft 150.000 en Arnhem 140.000. Net wat kleiner. De R. Dit is het thuisland van het popduo Tattoo. Rusland. Rusland, ja. De A. De bijnamen van deze cactusachtige plant zijn... Eerste hulpplant, dokter in één potje en hemels toverstokje. Acacia. Dat is hem niet. De aloe vera. Okay. Zit ook in heel veel crèmes, hè? Ja. Om er jong uit te blijven zien. Het helpt goed, hoor. De O. Deze langslopende comedyserie ter wereld beleeft in 2003 zijn allerlaatste aflevering op Nederland 3. Geen idee. En dat is de serie Oppassen. Dat is op 22 februari 2003 en dan vier ik een heel klein beetje feest. En weet u waarom? Capybara zit er namelijk recht tegenover. Dus dan hebben wij weer meer kijkers. Zo gaat het. De bonusvraag. Naast zwart en groen is dit één van de kleuren van de Jamaicaanse vlag. Rood. Hè? Geel. Caro, de M. Diederik van Vleuten treedt samen met deze cabaretier op met het programma Mannen met vaste lasten. Nee, ik ook niet. Erik van Muiswinkel. En de P. Een voorwerp aan een touwtje dat antwoorden op je vragen zou kunnen geven door zijn bewegingen. Pendelen. Dat is inderdaad... Pendel. Is het barcode? Het is een barcode, streepjescode, is allebei goed. De eerste 20 euro is verdiend met het halen van deze foto. 24 voor jou. En Caro, misschien moet je het, de Garfield maar weer teruggeven aan je zus. Nee. Maar misschien ook niet, want je weet het nooit. We gaan door met een tweede foto. De bonusvraag. De meest voorkomende medeklinker in het Scrabble-spel... De N. Ja, dat is goed. 4 euro is binnen. En ze is er blij mee. Ja. De bonusvraag weer. Gibraltar behoort officieel tot dit land. Spanje. Nee, tot Groot-Brittannië. Nou is mijn moeder boos. Ja, je moeder is denk ik heel boos nu. De R. In deze plaats wordt in 2003 het Eurovisie Songfestival gehouden.
Reykjavik. Dat is in Riga. Oh, oké. De hoofdstad van Letland. Ik had het moeten weten. En de D. De bijnaam van deze feministe was Dolle Mina. Nee, geen idee. Wilhelmina Drucker. Ze vocht voor het vrouwenkiesrecht. De B. Schotten, Welshmen en Noord-Ieren zijn het. Met de B. Dat zijn allemaal Britten. Oh, oké. Okay. Ik zocht het niet in die hoek. Je zocht het in die andere hoek. De S. Bouillabaisse is het en sotto ook. Soep. Dat is inderdaad soep. De L. Hiervoor staat de L in de zendernaam RTL4. Luxemburg. Ja. En R en T staat voor? Radiotelevisie. Jawel. De bonusvraag. Aan deze letter zijn de autosnelwegen in Nederland herkenbaar. A. De A, ja. Denk maar aan de A1, A10, A2, A4, A6, A9. Allemaal. Alweer de A. Zo wordt de Boeing 747-200B, waarmee George W. Bush de wereld rondreist, genoemd. Air Force One. Ja. Ook wel het vliegende Witte Huis genoemd. Nou, mag niet. Hè? Te laat. De K. Hiervan heb je onder andere een Chinese, een Gregoriaanse. Je hebt ook een Juliaanse en ook een Joodse. En het is inderdaad een kalender. Caro, wat is het? Champignons. Champignons. En Caro heeft hier €20 mee verdiend. De stand is nu 24-36 en we hebben weer een nieuwe foto. De S. Dit heb je, en ik denk dat Ria dat ook regelmatig heeft, wanneer je niet kunt ophouden met lachen. De slappe lach. Dan heb je inderdaad de slappe lach. Zie je, ze begint al een beetje. De P. Een persoon behorend tot de dwergvolken in Afrika. Pygmeeën. En de bonusvraag. Dit is de betekenis van het getal 8. Op een rapport. Goed. En dat is goed. De bonusvraag. Geen land ter wereld wordt zo vaak getroffen door tornado's als dit land. Amerika? Mm-hmm. 1000 tornado's ongeveer per jaar. Heel veel. Zo heet de tweelingbroer van Hielke Klinkhamer uit de Kameleon-jeugdboekenreeks. Ziet ze, ja. 38-36. Je hebt Caro nu ingehaald. De bonusvraag. Dit wordt bedoeld met Noorderzon in de uitdrukking met de Noorderzon vertrekken. We gaan er nooit meer terugkomen. Ja, dat is goed. De K. Deze temperatuurschaal kent geen negatieve waarde. Celsius. Nee, Kelvin. Oh, ach ja, ja. Natuurlijk. Het kan niet kouder dan 0 Kelvin worden. Ja, okay. Vandaar dus dat het geen negatieve waarde kent. De V. Deze mediterrane vruchtenboom, waarvan de vruchten hier vooral gedroogd te koop zijn, was in 4000 voor Christus al bekend als cultuurgewas. Vijgen. Ja. De M. Deze grijsharige Amerikaanse komiek presenteert in 2003 de Oscar-uitreiking. In 2002 deed Whoopi Goldberg het, maar in 2003 Steve Martin. De L. Dit Scandinavische volk noemt zichzelf de Samen. Lappen? Ja.
en de A. Deze plaats in Groningen wordt wel het Amsterdam van het Noorden genoemd. Kom er niet op. Het is Appingedam vanwege de vele grachtjes. Okay. We gaan door met Karel. De F. Deze Friese voornaam betekent meisje. Vrouwtje? Famke. Oh, Famke. De H. In deze kinderserie van de AVRO probeert Mildred een echte heks te worden op de school van mevrouw Kakel. Bommetje horlepiep. Dat zal niet. Eerlijk gezegd, op een gegeven moment dan denk je ook, ik roep maar gewoon wat. Iets ja, met de H begint, vind ik ook. Ik maak er iets anders van. Okay. De hopeloze heks. Zegt me niks. Oké. Okay. Leuke serie. De R. Zij speelt de jonge Lotte Bamberg in de film De Tweeling. Ken ik niet. Nee, echt niet. Nee? Tekla Reuten. En een vogel speelt Lotte. Op latere leeftijd. De bonusvraag. Het grootste land dat in zijn geheel op het zuidelijk halfrond ligt. Dat is natuurlijk... Afrika. Oh nee, het land. Australië. Ja. Brazilië is wel groter, maar ligt ook nog een gedeelte op het noordelijke halfrond. De K. Deze variant van de gewone champignon dankt zijn naam aan de kleur van zijn hoedje. Ik kan er geen in bedenken. Dat is de kastanje champignon. Dat is kastanje bruin van kleur. De B. Op trajecten waar dit ontbreekt, rijden dieseltreinen. Dieseltreinen. Dan ontbreekt er een bovenleiding. Oh, oké. Okay. Nou, die ontbreken er vaak. De C. Hij is door de kijkers van de BBC uitgeroepen tot de belangrijkste Brit aller tijden. John Cleese. Ja, dat zou wel leuk zijn, hè? Als dat nou zo was, hè? John Cleese. Het is Winston Churchill. Ja. Hij was premier van Engeland. Geweest. Ja. Hij was premier van Engeland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ja, dat is vast wel iets belangrijker. Ja, dacht het ook een KO. We zijn bij Ria gebleven. Of aanbeland. De capaciteit van bijvoorbeeld een rivier. De doorstroming? En de beat. De beat? De beat, ja. Nooit van gehoord. De T. Deze factor bepaalt tijdens het broedproces het geslacht van een krokodil. Temperatuur. De temperatuur, ja. Oké, Karel. Een molenwiek. Een molenwiek, jawel. Ja, het cadeautje van haar zusje begint nou toch te werken. De stand is 44-60. En we gaan door met Snapshot. Ik ben op zoek naar... een presentator. Jawel, wie is het, Karel? Mart Smeets? Ja, dat klopt. En Karel maakt al een lekker vreugdedansje. Die denkt, hey, daar komen weer wat euro's bij. Dat klopt ook. 44-80 is nu de tussenstand. Ja, ik heb het al een beetje gezegd. Hè. Het is een echte oude rot in het vak. En een enorme wielerfanaat. In 1979 werd Joop Zoetemelk op het gebruik van doping betrapt in de Ronde van Frankrijk. En heel Nederland riep, dat kan niet, want Joop was zo aardig. Joop kon toch geen doping nemen? Dat bestond helemaal niet. Toen kwamen wij er via heel keurig journalistiek werk achter dat dat zo was. Toen ben ik naar Joop toegegaan, heb ik de microfoon gegeven en heb gezegd... Joop, hier, ik weet dat het zo is. Hier, wat is je antwoord? En Joop pakt die microfoon vast en die kijkt me aan en zegt... Nee, ik heb niks genomen. Ik zeg, Joop, luister, het ligt wat anders. Ik weet absoluut zeker dat het zo is. Bouw nou een verhaal op. Hij hield vol dat hij niks genomen had. We zijn naar een studio gereden, we hebben die band doorgekeken... en een half uur later er kwam de bevestiging van de officiële wielrenunie... dat Joop Zoetemelk positief was. Nou, dat hebben we toen gebracht. Weet je wat het resultaat was?
Ten eerste dat wij vonden dat we een aardige primeur hadden. Want het was in het echte journaal. Dus ik mocht naast Joop van Zijl zitten. Dat was toen nog wat. En ten tweede... Ja, nu passen we er dus twee erop uit. Stereo. Ja. En ten tweede was dat iedereen mij verketterde... omdat ik gezegd had dat Zoetemelk positief was. En Zoetemelk werd op handen gedragen, want die was ineens de held. Oh god, die arme Joop, die heeft... Ja. Zo was het ineens. Ja, Mart Smeets te gast bij Karel van der Graaf in 1990, alweer een tijdje geleden. Wij in 2003 gaan gewoon door met de tweede ronde. En wie mag er beginnen? Ik zie dat het lampje bij Ria brandt, dus jij mag het gaan zeggen. We hebben weer een nieuw speelveld. We zoeken een persoon. De P heb jij gekozen. Zo noemt men iemand die paarden africht. Een paardendresseerder. Een piqueur. Oké. Ze blijft proberen, Ria. Ja, tuurlijk. Dat is ook heel goed. De bonusvraag, die wordt veel gekozen vandaag. Dit maakt macht. Geld. Kennis. Eendracht maakt macht. Moet je gek, hadden we het allebei fout. Ja. Oké, leuk. Leuk hè, als ze gewoon lekker met elkaar een beetje keuvelen zo. Het is toch ook een gezellig programma. Moet allemaal kunnen. Zo om 8 uur maar klaar zijn, hè, want dan begint het journaal. Oh ja. De F, de Nederlandse benaming voor Firenze. Florence. Ja. De S, ravotten, oftewel... Zeg nog eens. Ravotten. Ravotten, oh, spelen. Dat is niet goed. Ravotten is meer stoeien. Oké. Okay. Want spelen kan je ook heel braaf doen. Ja. De V, onbestemd. Vaag. Vaag, ja. 48, en we draaien het om. 84, voor Caro. De W, de bestrating. Het wegdek. Het wegdek. En de C, een vrouwelijke curator. Curator? Een curatrice. De E, het tegenovergestelde van introvert, dan meen je? Extrovert. Ja. Ik denk dat jij dat wel een beetje bent. Misschien. De E, niet inbegrepen, dat is... Exclusief. Ja. Ria, je hebt de euro's hard nodig. Wie is dit? Geen idee. Ik herken wel iets, maar ik weet het niet. En Caro die heeft een stiekem lachje. Ja, nou nog een vraag goed. En nou nog een vraag goed, denkt ze. We komen bij jou. Zet hem op. De O, publiekelijk. Openbaar. Openbaar. Ik denk Elizabeth Taylor. Dat klopt. En 40 euro heb je hiermee verdiend. De stand is nu 56-132. De tweede foto. De E, zedeleer. Ethiek. Oh ja. En de W, een mirakel. Een wonder. Het is een wonder, ja. De A, een doordenker. Wartaal uitgeslagen door goochelaars. Abracadabra. Abracadabra. Het is ook een toverformule. De T, instoppen. Toedekken. De B, ridicuul. Belachelijk. Belachelijk. De S, keerdam. Stuwdam. Een stuwdam, ja. Het tegenovergestelde van uitbundig. Dat kan er niet op. Ingetogen. De Z, een doordenker. Van dit meubelstuk krijg je een kleurtje. Zonnehemel. Nee, een zonnebank, want bank is een meubelstuk. Oh ja. De bonusvraag.
Dit maken zachte heelmeesters. Stinkende wonden. Stinkende wonden, ja. Caro. Albert Verlinden. Albert Verlinden. Van het programma Boulevard, een echte showbiz-deskundige. Hij kent de hele showbiz-encyclopedie echt uit zijn hoofd. Hij weet heel erg veel. Goed gedaan, je krijgt er weer 40 euro bij. 200 heb je nu. En we zijn ook zo aan het einde gekomen van deze ronde. De stand, Ria heeft 56 euro en Caro maar liefst 200. Maar ja, Ria heeft natuurlijk helemaal niks te treuren. Want ik treur niet. Nee hoor. Iedere week een emmer met rozen van mij. Ik durf het bijna niet te geven. De CD-ROM van Get the Picture. Ik ben heel blij mee. Gelukkig. Ja, ik niet. Maria, je was een hele gezellige kandidaat. Ik vond het ook hartstikke leuk. Dank je wel dat je er was. En met Caro gaan we door naar de finale. En Caro die glundert heerlijk, want ze staat vandaag lekker in de finale met Garfield en een leuke lieve heersbeestje er nog bovenop. Weet jij eigenlijk waarom een lieve heersbeestje stippeltjes heeft? Dat zijn zijn levensjaren. Tenminste, dat heb ik ooit een keer ergens gehoord. Oké, ik weet ook niet of het klopt namelijk. Ik ook niet. De finale. 1280 euro zit erin. Jouw geld komt erbij dat je op hebt gespaard. 1480 hebben we nu. Dat is een lekker bedrag, hè? Dat dacht ik wel. Heb je al plannen? Kleren kopen. Kleren kopen? Ja. Waarom? Is toch een hartstikke mooi truitje wat je aan hebt? Ja, maar nog meer erbij. Nog gewoon meer? De hele kast vol? Ja, tuurlijk. Oké. Ze gaat mooie kleren kopen. Nou, laten we hopen dat het lukt. Je mag een letter gaan kiezen. Kom op, Garfield, zet hem op, hè. De T. We hebben hem hier. Concentreer je goed. En Big Brother is watching. Dit wordt in politieke kringen bedoeld met het T-woord. Ja, pas. Zo wordt de onlangs door de politie in gebruik genomen kliklijn ook wel genoemd. Pas. Letterlijk vertaald betekent de naam van dit stukje vlees draai de rug. Tornadoon. En dat is goed. Deze soort reclame is sinds 7 november 2002 in Nederland verboden. Tabaksreclame. Goed. De middeleeuwse ridderdichters uit Zuid-Frankrijk. Troubadours. Zoet. Het beroemde praalgraf uit de Indiase stad Agra. Taj Mahal. Taj Mahal, ja. En deze zanger werd in oktober benoemd tot ambassadeur van de Rotterdamse haven. Pas. Wat staat er op de foto? Een dashboard? Nee. Het is een televisietoestel. Deze zanger werd in oktober benoemd tot ambassadeur van de Rotterdamse haven. Dat is... Nou, Lee Towers. Lee Towers. En dit wordt in politieke kringen bedoeld met het T-woord. Chaka. En zo wordt de onlangs door de politie in gebruik genomen kliklijn ook wel genoemd. Dat is de tiplijn. Oh, de getreitenlijn of zo. En voor de rest had je alles goed. Je hebt het super gedaan. Alleen de jackpot mag ze niet meenemen. Maar misschien wel de volgende keer in Get the Picture, want we zien jou gewoon weer terug. Ik wens u nog een hele fijne avond en heel graag tot dan.